Welkom bij de S-Afrika Daily van woensdag 27 oktober 2021. Met vandaag onder meer, Mark Hoefman stapt op bij Feyenoord. Dus goed nieuws vanuit Australië. En ja, ze waren er gisteravond en misschien vanavond wel weer. Bekerverrassingen. Vandaag het illustere duo naast mij. Als je zit te kijken op youtube.com/S-Afrika kan je ze zien. En dan hoor je die heerlijke stemmen uit Deventer. Hallo, Martin Haver. Hey, Niel. En uit Woerden, Jaron Blonk. Hallo. Hola's. Hallo. Een illustre duo, Niel. Ja, ik vind jullie wel een illustre duo. Het is koeienmarkt vandaag. Maar waarom, wat doe je hier? Ja, ik vond dit dus blijkbaar belangrijker. Ga je naar de koeienmarkt? Nee, want door nee, COVID... Nee, je spreekt de thee dus niet uit. Je spreekt de thee niet uit? Ja, nou, de K spreek je niet uit. Het is koeienmarkt. Koeienmarkt. Hey. Wat leg even uit voor de mensen die nooit buiten de ring zijn geweest... of geen idee hebben waarom de koeienmarkt zo belangrijk is in Woerden... Ja, het is eigenlijk een soort van onze kermis, alleen dan in oktober. Dus dinsdag heb je de Nacht van Woerden, ja. Waarbij er een wielrenronde is door de stad nice. Heen. En, maar je dan... ging daar toch altijd heen? Ja, ja alleen ja, er moet ook gewerkt worden, Niel. Er zijn allemaal belangrijke dingen die lopen. En ik kon, ik kon geen vijf krijgen hier. Ongelooflijk. Frank de Bruin is een hele strenge HR-manager. Dat denk ik ook. Maar dus vanavond ook niet naar de koeienmarkt. Ik denk niet. Het is ook wel sowieso minder. Dat is ook wel belangrijk om bij te vertellen. Door COVID is niet dezelfde koeienmarkt als dat was. Dus volgend jaar weer. Oké. Okay. Nou, volgend jaar dan met z'n allen naar de koeienmarkt. Teamuitje. En volgend jaar kan iedereen alvast in zijn agenda zetten. Op 27 oktober kunnen vaste luisteraar Alex Klusman feliciteren. Want die is vandaag jarig. Bij deze gefeliciteerd Alex Klusman. 62 jaar geworden. Mooie leeftijd. Prima. Toch? Ja, ik dacht dat hij ouder was, maar... Nee. Dat is heel leuk nieuws. Alex, gefeliciteerd. Slecht nieuws uit Rotterdam-Zuid. Want we waren net klaar met het feliciteren van Alex Klusman. En toen hoorden we opeens dat Mark Hoefmans stopt als algemeen directeur. Het gekke is dat we het gisteren over hadden over het jaarverslag. Dat ik daar zo gek vond dat er nog een sterretje achter zijn naam stond. Hè? Statutair algemeen directeur van Feyenoord. En de dag later stapt hij op. Ja, super heftig wel. In dit geval kun je alleen maar begrip hebben, denk ik. En ik vind het ook wel moeilijk om deze situatie een beetje te duiden. Want ja, op het moment dat je thuis komt of je komt naar beneden, was het volgens mij en je ruiten zijn ingekegeld. Ja. Ja, kun je dan je werk nog normaal doen? Nee. Nee, nee ja, dus dan is dit eigenlijk het enige toch wat je kan doen. Ja, en het is eigenlijk, en je hebt het in verschillende vormen gehad. Ik heb spelers gesproken, spelers in het verleden die belaagd zijn bij Feyenoord. Spelers die afgelopen seizoen zijn belaagd. En ja, het is gewoon heel lastig voor ons in te schatten wat voor een... bizarre impact dat heeft op je leven. Zeg maar, het veilige gedeelte waar je altijd veilig bent met je familie... of als je alleen woont, is gewoon weg. Ja, man. Ja, moet er niet aan denken. Als de impact die deze man heeft, volgens... Ja. En hij, ja, wat inderdaad ook wel geschreven is... hij heeft niet alles goed gedaan... maar volgens mij is dat ook bijna onmogelijk... in de situatie die hij aantrof bij Feyenoord. En hoe hij nu... wordt afgerekend voor die hele periode. Dat is absurd. En precies wat Mart zegt, de enige logische conclusie... dat je dan inderdaad gewoon voor jezelf kiest en voor je gezin kiest. Wat hij volgens mij zelf ook meerdere malen heeft aangegeven van... ja, het voelde niet meer veilig, dus... Maar het is ook, het fokt op eraan is... Gudde is natuurlijk ook ooit aangesteld om dat met dat stadion stappen te zetten. Dat is ook zijn taak geweest. Alleen ja, zoveel mensen zijn daar zo erg op tegen dat ze gewoon overgaan tot echt absurde acties die echt niet door de beugel kunnen. Nee, nee klopt. En ik las een statement van de nieuwe algemene directeur van de KNVB, Marianne van Leeuwen, die ook nu contact heeft gehad met het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat het gewoon veel harder aangepakt moet worden. Weet je, ook gewoon dit soort zaken hoogste prioriteit geven. Want het heeft zo'n bizarre impact. Niet alleen op de persoonlijke sfeer, maar ook op de club Feyenoord. Ja, ja bizar. Alleen, en misschien ben ik dan wel een beetje van de oude stempel. Maar het is ook wel raar dat er geen onderlinge controle is onder supporters. Ja, ik weet niet of dat het geval is, man. Want ja, je hebt maar drie gekken nodig. Ja, maar die drie gekken kennen elkaar wel. Iedereen weet wel wie het gedaan heeft. Maar wat je ervoor zorgt, nou maar even voor, hè, en geen idee. Het zou best kunnen dat er van een paar van die gekjes deze podcast luisteren. Ja, maar dat zou gewoon echt heel goed kunnen. Kijk wat je nu gedaan hebt. Je algemeen directeur, die er nu tijdelijk zat, is weg. Daarmee ook de investeerder. Ja, ik zag wat reacties online dat mensen dat niet begrepen waarom dat een verband heeft. Nou,
het is wel logisch dat als je ergens in gaat investeren, dat je wil weten wie daar de baas is en wat voor een beleid die je gaat voeren en hoe die jouw geld gaat uitgeven. Nou, die is dus weg. De investeerder is weg, je algemeen directeur is weg. Welk persoon met een goed stel hersens, dat zou je nodig hebben om algemeen directeur bij een BVO te zijn, gaat nu op deze plek zitten? Ja, maar dat op zich, dat maakt het toch nog helemaal niet uit. Want ook als iemand 12 eigen doelpunten maakt, kun je ook niet zijn ruiten inkegelen. Nee, maar dus ja. Wie gaat er nu deze club leiden? Ja. Ik denk dat Feyenoord nog steeds het geluk heeft dat het Feyenoord is. Nee, ja, en dan? Was mijn Slot toch ook? Zeg maar, Slot is toch ook ingestapt in de club? Ik snap het hoor, maar bestuurlijke functies heel wat anders dan op het veld staan. Want Arne Slot gaat niet zeggen, ja, we gaan Feyenoord City doen, ja of nee? Precies, alleen ik denk de aantrekkingskracht van de club Feyenoord nog steeds zo groot is dat er meer dan genoeg mensen dit allemaal alsnog met alle wetenschap... Maar welke mensen hebben dit ooit meegemaakt? Dat ze thuis belaagd zijn? Dus je weet dus, je voorganger is belaagd. Voor mij Jurien van den Heerik, hè? Kijk, maar je zou dit ook voor spelers kunnen zeggen. Want bij Diemers en Vajinovic en Kramer zijn ook absurde dingen gebeurd. Ja. En er zijn ook weer genoeg spelers naar Feyenoord gekomen. Dus er gaat echt wel een directeur komen. Maar dat maakt dit niet minder erg. Ja, dat. Ja, maar het verschil is tussen spelers, trainers en een algemeen bestuurder. Die kunnen uiteindelijk nog het momentum omdraaien door een... Ja. Door een actie op het veld. Nu, dat klopt. Feyenoord zit in de meest moeilijke fase. We hebben het gisteren het jaarverslag of de jaarcijfers hebben keurig ontleed hier. Alsof we de Financiële Telegraaf waren. Echt compliment voor onszelf. SO naar S afkicken, Financiële Telegraaf. maar je gaat nu een volgende fase in. Hè, het stadion C ligt er nog steeds. Wat gewoon echt heel lastig is. Dat staat ook in hier. Dat ze nu nog steeds dat verder gaan proberen te ontwikkelen. Financieel sta je er niet goed voor. Oké, ga maar instappen nu. Het probleem is denk ik ook dat ieder volgende bestuurder moet in principe voor het stadion dossier zijn om van Feyenoord ooit weer een hele gezonde club te maken. Omdat in potentie... Dat weet ik niet. Is dat, dat is een aanname die ik hier doe. Voor mij hoeft dat niet. Alleen is het, zeg maar, denk ik dat Feyenoord zo diep in de shit zit met geld dat ze geïnvesteerd hebben. Ze hebben een lening afgesloten bij een bank voor 25 miljoen om überhaupt te kunnen kijken of dit plan haalbaar is. Voor de mensen die het niet goed gevolgd hebben. Dat geld is weg. En het plan is nog ineens getest of het haalbaar is. Ja, en... Dus je hebt al 20, 25 miljoen. En daarom zeggen heel veel mensen die voor Feyenoord zitten. Ja, we zitten er nu al zo financieel zo diep in. Ja. We moeten door. Wat natuurlijk kul is. Ze hebben nooit serieus overwogen de Kuip te verbouwen. En dat is echt gênant. Ja. Maar goed, jullie zijn dan iets positiever gesteld dan dat ik ben. Over een opvolger. Ik denk dat dit echt dat mensen onderschatten wat voor impact dit heeft. Ja. Dat je die hoogste baas nu weggaat vanwege bedreigingen. Ik denk sowieso... En ze hebben er geen vat op, hè? Dat café dat laatst bekogeld is. Ja, verschrikkelijk, man. Ja. De spelers die thuis... Ze hebben geen vat op de supporters. En dan kom jij daar... Oké. Okay. Ja, maar dit zijn ook geen supporters, man. Nee, maar ze maken wel, zorgen wel voor ze dat... Ze bepalen wel hoe je erop staat. En ik denk zeker dat het rijtje met potentiële algemeen directeur wel kleiner is geworden na alles wat er nu met Koevermans gebeurd is. En Wel opmerkelijke uitspraak van Gerard Moussalt. Dat is een vicevoorzitter. Een connectie tussen het stadiondossier en bedreiging Koevermans is er niet. Weet hij niet welke achtergrond er zit achter de bedreigingen. Maar hij weet dus wel al dat het niet met het stadiondossier te maken heeft. Maar ik vind dit ook lastig, man. Want ik zag een foto bij een artikel volgens mij van Martijn Krabbedam. Ja? Met daarop de tekst Koevermans rot op een spandoek. Ja? Kijk, dat kan ik begrijpen. Ja? Ik kan begrijpen als je Feyenoord supporter bent dat je protesteert tegen mensen die voor Feyenoord City zijn. Of je het er nou mee eens bent of niet, dat kan. Dat hoort ook bij een voetbalclub. Maar ja, om die link dan ook weer te leggen. Ja, nee, maar het is wel heel wat anders. Ik vind het ook raar dat je het roept als je het niet zeker weet. Nee, Dus waarom ga je... Dus is dit dan echt om te zeggen... Nee, maar jongens... Hey, het heeft niks met stadion te maken, hoor. Het heeft niks met Feyenoord City te maken, deze bedreigingen. Nee, dus je weet het niet... En ga je het nu als vicevoorzitter... Ga je dit roepen? Ja, dat is inderdaad een hele harde claim... Die je niet kan waarmaken. Nee. Terwijl, of in ieder geval niet 100%. Dus... Niemand kan het. En weet je... Ja, Mark Koevermans... Voor mij... Absolute legende in de tenniswereld. Als je van Sergi Bruguera kan winnen op gravel in Spanje en het winnende punt voor Nederland binnen weet te slaan in de Davis Cup in een van de mooiste overwinningen aller tijden. Dit is een uitstapje. Nee, maar los daarvan. Hij was de verkeerde man op de verkeerde plek. Het is een commerciële man, commercieel directeur geweest bij O'Neill, binnengekomen bij Feyenoord als commerciële man. Is dit gaan doen na het vertrek van Gudde? Oké, tijdelijk. Ja, na de en dan, als je dan nu zo weggaat, ja, ik heb het dan met je te doen. Hij heeft toch de Jong opgevolgd? Jan de Jong, ja. Sorry, dat is een hele goeie. Nee, maar niet uit. Jan de Jong. Ben ik voor jou? Nee, ik wilde iets heel lulligs zeggen, ga ik niet doen. Goed. Ik hou het netjes. Mooi.
Ja, dit is slecht nieuws. Goed nieuws dan. Laten we daarmee doorgaan. In Australië is Josh Cavallo, ik hoop dat ik het goed uitspreek, verdediger van Adelaide United, een statement naar buiten gebracht, is uit de kast gekomen. En waarom zeggen we dan dat het goed nieuws is? Omdat het 2021 is en blijkbaar nog steeds in de bizarre wereld waarin we leven, dat het op deze manier naar buiten gebracht moet worden. Dat het nog steeds geen safe space is, dat je zoveel aandacht moet genereren om je boodschap naar buiten toe te kunnen krijgen, toch? Ja man, dat is echt... Het feit dat dit überhaupt zo groot nieuws is, geeft denk aan over alsnog waar we staan in het voetbal, dat het letterlijk het wereldnieuws haalt dat een speler ergens in Australië uit de kast komt en zegt van ja, ik val op mannen, en dat we dat met z'n allen zo groot uitpakken. Dat betekent dat er nog helaas best wel een lange weg te gaan is. Maar de andere kant is dat er wel heel veel positieve reacties waren op het feit dat hij uit de kast kwam. En ik denk dat doordat dit nu gevoelsmatig steeds sneller, vaker dit nieuws naar buiten komt, van over de gehele professionele sportwereld, dat dit uiteindelijk ook de stap gaat zijn voor de echte grote Europese voetbalnamen. Waar de vast ook wel puur op basis van statistiek... Ja, moet wel, toch? Ja, precies. Ja. Ook iemand is die op mannen valt, of op mannen en vrouwen, en daarvoor uit de kast komt. Dus laten we gewoon hopen dat dit het begin is van een... Super dapper van hem, man. Ja, 100% man. Ja. Echt, helemaal. Ja, zeker omdat je nog in deze fase kijkt. Dat is een beetje voor mij het gevoel. Ik wil dat jullie zeggen, denken jullie dat we in de komende 20 jaar... dat het normaal is dat we niet meer kijken naar de seksuele voorkeur van een profvoetballer? Ja. Een mannelijke profvoetballer. Bij de vrouwen is het al lang geen issue meer, maar bij de mannen? Ja, ik hoop het, man. Maar wat denk je? Ja, ik kan daar eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Maar als je ziet hoe de wereld er tot nu toe mee omgaat. Ja, kijk, ik denk het wel. Ik denk ook als er in Nederland nu een speler van, weet ik veel, Willem II of Go Ahead of zo uit de kast zou komen, dat niemand daar een probleem mee zou hebben en dat die ook niet heel naar of slecht ontvangen wordt door supporters, ondanks dat er nog steeds heel veel spreekoren zijn van een willekeurige club en dan zijn homo en dat soort dingen. Maar ja, uiteindelijk zou je ook daar wel wat mee moeten, denk ik. Ja, ja, en het gekke is natuurlijk dat hij echt het gevoel had, hij heeft er 6 jaar mee gestrukkeld, omdat hij schaamde zich. Hij was bang dat hij niet kon doen waarvan hij hield, voetbal en tegelijkertijd homoseksueel zijn. Ja, dat is natuurlijk echt krankzinnig. Ja. Dat is echt krankzinnig. Maar ik denk sowieso dat op het moment dat jij... Want hij was een jaar 15. Ja. Dat het moeilijk is om dat dan ook te erkennen en zo. Dus dat er niet eens heel veel mee te maken heeft dat hij voetballer is. Ja, het was zijn maar woorden. Het is wel nog een moeilijkere wereld, zeg maar, om uit de kast te komen. Tonen, ja. Dan andere werelden waarbij het inderdaad... Het is altijd lastig. Ja. Maar in de voetbalwereld is het denk ik nog iets lastiger. En ja... Dit is fucking vet dat hij dit durft te zeggen en dat hij hiervoor uit durft te komen. Maar als je ook nadenkt hoeveel talent er hierdoor verloren is gegaan, omdat ze inderdaad niet veilig voelden en inderdaad die afweging niet konden maken en dan maar de ene passie opgeven om te kunnen zijn wie je bent. Ja, dat... En wat nu ook, het is een actieve voetballer. We hebben Thomas Hitzelsperger gehad, die na zijn carrière uitgaan. We hebben die jongen die bij Heerenveen heeft gespeeld vroeger, die Robbie Rogers. Die ook na zijn carrière volgens mij uit de kast is gekomen. En in Nederland, ja, we hebben natuurlijk een heel bekend voorbeeld scheidsrechter. John Blankenstein hebben we gehad. John de Bever. Ja, zaalvoetballer. Grotere zaalvoetballer dan veldvoetballer natuurlijk. Terwijl Blankenstein, het is natuurlijk een totaal andere generatie, maar die is heel populair, toch? Zeker. Was ook gewoon een hele goede scheidsrechter. Ja. Dus niet dat er iets mee te maken heeft of je dan wel uit de kast mag komen of niet. Maar ik denk dat heel goed is. En ja, kijk, voor de mensen die ze mee zitten kijken, we hebben dit shirt... Hebben we gekocht in de veiling. Dit was het All Together Challenge. Was dat zo? Zeg ik dat goed? Dus het shirt van Telstar tegen Volendam. En dan kreeg ik ook wel van mensen opmerkingen waarom ik dit zo tof vond. Want iedereen vindt het toch normaal dat iedereen gewoon zijn seksuele voorkeur mag hebben. En ook mag uitspreken. Maar als het zo normaal was geweest, dan had dit allemaal niet hoeven doen. Ja, het is natuurlijk ook heel erg in de bubbel, toch? Wat? Het is ook heel erg de bubbel waarin je zit. Hoezo? Nou ja, dat er gewoon plekken zijn in Nederland waar het echt heel erg taboe is. En plekken waar het totaal geen issue is. Ja, nou dat zeker. Maar het gek is, er moet gewoon steeds aandacht voor blijven komen. Want of we het nu hebben over seksuele voorkeur,
over je huidskleur, dat soort dingen. Het is nog niet normaal dat iedereen gewoon hetzelfde wordt gezien. Dus nee, ja, dit soort acties helpen enorm. En ook wel gewoon, dat is wel terecht, hè, ik dacht, moet ik het goed nieuws noemen of juist niet? Ja, het is goed nieuws. Want weet je, langzaam breken we, zeg maar, die traditionele wereld waarin, hè, waarin ook mensen zeggen, ja, je moet het niet bespreken. He, dat is iets voor buiten de voetbalwereld. Nee, want ja, door dit soort uitspraken van een Cavallo gaan jonge voetballers die misschien mee twijfelen of dat soort dingen, zien dat het gewoon helemaal niet uitmaakt als je profvoetballer wil worden. Ja, ja man. Dus we gaan zien hoe zijn carrière verloopt. Dat zeker zo. Linksback voor mij. Ja. Nou ja, dan voor mij als je linksback bent, ja, dan zijn weinig mensen die iets met een linkerbeen kunnen en kunnen verdedigen. Dus ja, dat moet wel een record international van Australië worden. Ja. Goed. Zou mooi zijn, man. Ja. Dan door naar toch wel beauties gisteravond in de beker. Zo. En ja, hij zit er om een speciale reden niet vandaag, Broestol. Die had dus helemaal niks met verrassing in de beker. Ja. Een mening vormen om een mening vormen. Een soort Valentijn Dries is het bijna. Nou, maar dat zo. Zag ik dus ook wel laatst iemand. Wie zei dat tegen mij? Ja, hij heeft het uiterlijk en innerlijk van Valentijn Driessen. Ja. Uiterlijk zag ik niet direct. Wauw. Maar Jezus, wat heeft Bruce gedaan? Dit is een flinke bus die aan komt rijden. Wat heeft Bruce gedaan? Dit geroepen gisteren. Ja, oké. Okay, als je niet van bekerverrassingen houdt, ja. Oké, okay, dat is, nou, wel, het is wel zeggen, gek uitspraak. Mart en ik wel echt enorme liefhebbers zijn van bekerverrassingen, ja, voor mij, toch? Ja, ik zit daar ook een beetje dubbel. Oh, hoor, mijn god. Nee, maar ik je vind... gooi net Bruce onder de bus en dan... Weet je wat jij net doet? Jij gooit Bruce onder de bus en dan zeg je tegen de buschauffeur, wacht even, ik ga ernaast liggen. Nee. Dan moet je er even half over mij ook heen. Want kijk, ik ben het helemaal niet met Bruce eens. Maar het feit dat dan die amateurclubs een beetje tof doen van ja, dit en dat en dit en dat. En ja, we hebben het zo goed gedaan. En dan niet gewoon in de voetbalpyramide willen toetreden om je echt te meten met KKD-clubs. Nee, maar dat heeft toch helemaal niks jawel, met elkaar te maken. Jawel, want dan gaat het hetzelfde als met Achilles. Dan blijkt het gewoon best een zware competitie te zijn. Ja, maar waar heb je het nou over? Dat ligt toch niet aan de clubs omdat ze zich niet sportief willen meten? Tuurlijk ligt dat toch aan die achterlijke regels van de KNVB aan welke voorwaarden je moet voldoen? Hoezo? Zij willen toch... Het is toch het enige land ter wereld waarin clubs op zaterdagmiddag per se willen spelen? Nee, daar heeft dat helemaal niks mee te maken. Tuurlijk heeft het speeldag mee te maken. Zoveel clubs willen promoveren. Alleen moeten contractspelers hebben. Moeten hun stadion aanpassen. Moeten stewards gaan neerleggen. Dat zijn omdat die regels zo zwaar zijn dus om toe te treden. Jij wil zeggen dat voor Spakenburg op vrijdagavond spelen prima is? Zeker. Nee man, je hebt toch zo vaak gezegd dat speeldag gewoon een probleem is? Nee, helemaal niet. Echt niet. 100%. Als ik destijds met ploegen sprak uit de tweede divisie, vinden zij de toelatingseisen van het verschil die van zijn... de tweede divisie naar de eerste divisie, vinden ze veel te groot. Eens. Helemaal en dan moet ik het zeggen, dat is in de tijd van de topklasse naar de eerste divisie. Helemaal mee eens. Nu hebben ze dus een derde divisie en de tweede divisie tussen gepropt. Nog steeds denk ik, waarom zou je die eisen zo hoog stellen? Ik ben het er helemaal mee eens. Ik ben voor verlaagde eisen. Ik vind het ook raar dat je 17 contractspaces moet hebben en zoveel overdekte zitplaatsen. Ja. Maar op het moment dat het kon, is alleen Achilles gepromoveerd. En dat heeft echt niet alleen met die toelatingseisen te maken. Dat heeft ook gewoon, nee, tuurlijk niet. Want die gasten die betalen ook gewoon een hoop geld op dubieuze manieren. Dat is toch wel heel vaak. Is dat allemaal weg? Nou, dat is voor mij bij de Belastingdienst en dat soort dingen wat je allemaal... Er zijn een paar clubs gewoon echt bijna omgevallen voor die naheffing die ze kregen van de Belastingdienst. Die jarenlang alles via een envelopje deden. Dus jij durft met je hand op je hart te zeggen dat het niet meer gebeurt? Nee, dat is wel niet. Maar ik denk dat het een stuk lastiger toch? Is. Ik denk dat het vroeger was het 90% zwart, 10% wit. Ik denk dat het nu precies andersom is. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, het zijn ook een beetje aannames van mij misschien, maar... Nee, maar ik weet dat de clubs, zeker uit de Bollenstreek, zich kapot zijn geschrokken van die naheffingen. Echt tonnen. Die ze opeens, dat geld hadden ze natuurlijk niet. Dus ja, als je dus op een serieus niveau wil blijven spelen, moet je je zaken ook wel goed voor elkaar hebben. Oké. Okay. Maar nogmaals, ik denk oprecht dat als, zeg maar... Dat er heus wel clubs zijn die zeggen, oké, nee, hè, de zaterdag is voor mij heilig, hè, voor de club. Ja. Maar aan de andere kant zijn er echt wel clubs die door willen. Ja, ik ben wel eens bij Spakenburg geweest en die mensen daar, dat waren, ja, dat waren gewoon supporters. Er niks van, hè. Nee, maar dat waren gewoon supporters. Zijn... En die zeiden gewoon dat gasten daar 60.000 euro verdienden. Natuurlijk zijn dat supporters. Dat gebeurde nog steeds in de tweede divisie. Ja, precies. Maar ja, weet je, ja, dat zijn toch bedragen dat je gewoon met KKD-salaris kan meten bijna? Nee, meer. Ja, ik denk dat er ploegen die gisteren andere ploegen hebben uitgeschakeld, misschien wel een paar jongens meer verdienen dan bij de tegenstander. Is het dan nog gestemd, die Spakenburg-Dordrecht? Nou, precies. Het is dus niet de hele selectie. Dus er zijn soms een beetje een paar smaakmakers. Maar bijvoorbeeld als je vanavond... Kijk, AFC heeft dus het pech dat ze een eredivisionist spelen treffen vanavond. Maar als je zou bijvoorbeeld vanavond AFC tegen Dordrecht hebben, dan heeft AFC voor mij een veel groter spelerskapitaal.
Dan hebben die een groot spacebudget. Ja. Want Dordt loopt waarschijnlijk zo... Ja, Dordt heeft dan nu die investeerder. Maar AFC Eindhoven, dan weet ik zeker dat AFC meer geld heeft uitgegeven dan Eindhoven of dan een Topos. Nou, lijp is dat, man. Nee, want ze hebben gewoon meer sponsors en een ja, grotere markt waarvoor mensen geïnteresseerd zijn. Denk je dat die eisen ooit zullen verlaagd zullen worden? Moet wel, toch? Dat is eigenlijk, ja, dat ligt aan de KNVB. Moeten die piramide ja, open? Ja, het lijkt me toch super vet dat je dus ploegen hebben die vanuit de... Nou, idealiter vierde klasse helemaal doorstoten ja. Naar de Eredivisie. Ja, 100%. Zou fucking vet zijn. En dan failliet gaan en dan weer in de vierde klasse moeten starten. Ja, maar daar wordt het ook een veel leukere competitie van als onderin een keer spanning is. Dan zouden we met 1x2 potentieel... FC 1x2 naar de Eredivisie. En dus naar de Champions League. Ja, dat zou heerlijk. Dat is de droom. Nog even snel die wedstrijden van gisteren. Nou, het is dus de verrassing die geen verrassing heet. Spakenburg, Dordt 3-0. Wel een enorme verrassing. DVS 33 tegen Eindhoven. Dat is wel een verrassing, toch? Derde divisionist die eerste divisionist slaat. Vind je dat niet? Ja, het is wel een verrassing, maar... Ja. Ja, Kozakken Boys, die mij heel veel geld opleverde door in de 94e minuut de gelijkmaak te maken tegen Telstar. Nou, uiteindelijk gingen ze er wel uit. Dat was nog wel een vermelding waard. ASWH, die het heel knap deed tegen Heracles. De wederopstanding van Rai Vloeten. Tegen AZH. Mis ik er nu nog een paar? Ja, ik kwam thuis en toen zag ik dat VVV NAC was. Toen dacht ik, ik ga niet op mijn vrije avond VVV NAC kijken. En ik heb NAC VVV en ik heb de hele wedstrijd gezien. En de penalties en de verlenging. En vermaakt. Ik heb hem ook super erg vermaakt. Ik kwam er tweede helft in. Hij was hier vandaag trouwens. Even lekker op bezoek. Lekker zeiken over de eerste de beste podcast. Wat een dramatische podcast die was. Volgens de grote man uit de eerste divisie, Tom Haaien. Die viel in. Die appte 's ochtends tegen de trainer. Hey, ik kan toch wel meedoen als het nodig is. Viel in. Ja, man. Ah, die keeper pakt die bal gewoon dramatisch. Want het was echt een lullig balletje. Goed, het wordt 1-1. Een verlenging. En uiteindelijk pingels. Panenkaatje. Ja, dat trouwens, hulde voor ESPN. Heel vaak worden strafschopseries en samenvattingen dan niet in zijn geheel meegenomen. Ja. Dat zij dat wel deden. Daar was ik heel blij mee. Ja. Want dat kijkt toch lekkerder terug. Dit zijn de mooie SO's. Dit zijn hele lieve, vakkundige SO's. Wat echt goed is, ook een keer een SO naar voetbalpubliek. Zo'n bekerwedstrijdje. Rad Verlegstehuis zat helemaal vol. Ja, ik zag hele vette foto's voorbij komen van Arjan. Die met FCM op bezoek was bij Volendam. Die dan gewoon, ik weet niet hoeveel kilometer afreizen. Ja, om gewoon voor een bekerpotje op dinsdagavond. Die eigenlijk er nog niet heel veel toe doet in deze ronde. Ik vind dat wel mooi. Ja, man. We hebben het aan het begin van de show over zogenaamde supporters. Wat natuurlijk geen supporters zijn. Maar dan mag je ze ook wel die andere supporters een keer in. Ja, man. Gruwelijke loyaliteit is dat dan. Vanavond meer potjes. AC Heerenveen. Ik heb er even over nagedacht. Ga ik zelf voetballen of ga ik naar AFC Heerenveen? Maar ik zei gisteren al, AFC verslaat Heerenveen. Dus ja, daar hoef ik niet bij te zijn. AFC verslaat Heerenveen. Sorry voor mijn... Ik denk niet dat ik heel veel heb, maar mijn vrienden in Friesland. Maar Heerenveen gaat eruit. Dan is dit wel een stunt, toch? Dan is dit zeker een stunt, ja. Maar ja, ze hebben meer budget dan FC Eindhoven. En, wel even iets gehoord. Ik moet het nog even checken met Thomas Vaar. De wedstrijdbespreking na deze wedstrijd toe. Hebben ze beelden gekeken... Ajax, Heerenveen. En toen zei ze, ja, zo moet je het doen. Ik moet het nog even checken bij Vaar. Want ik heb het uit iemand anders gehoord. En Vaar kan dit even... Ja. Dit zou legendarisch zijn. Als dit waar is. Ja. Ik heb dit zo vaak gehad dat je dan bij de E6 voetbalt. En dat zo'n trainer dan zegt... Maar heb dit je dit kan en toch dit niet dat je... Maar dat je dus een analyse doet van Heerenveen Ajax. En zeggen, ja, zo gaan we het doen. Ja, ja. En had ook nog een hele lullige opmerking gemaakt. Maar ik kan het niet bevestigen over Deli Blind. Dus ik ga dat... Eerst even een keer checken. Had je een paar jaar geleden niet die trainer van Scheveningen toen tegen Ajax... die ook een tactisch relaas had gehouden van 25 minuten? Is het John Blok? Ik weet niet wie dat was, maar die had ook 25 minuten een relaas gehouden... voor hoe ze het gingen aanpakken. Ik vond gisteren... even kijken, wat was dat? Sparta Nijkerk, voor mij. Daar waren ze voor de wedstrijd even. Tegen Telstar? Nee, het was... Wie was Sparta Nijkerk dan? ADO. Ja. En toen zei die trainer... Ja. En er werd een beetje lach gedaan over in de studio bij ESPN. Maar Kees Kwakman gaf die trainer ook gelijk. Maak geen domme overtredingen voordat je dode spelsituaties tegenkrijgt. Zeg maar, en toen schakelden ze. En toen werd een beetje lach. Zei Kees, ja, dat is waar amateurclubs het heel vaak laten liggen. En toen de eerste keer dat ze schakelden naar Stedeco tegen Utrecht. Corner 1-0 Utrecht. Is het een droom die ooit uit kan komen dat er een schakelprogramma komt bij deze bekerrondes? Wij hebben het ooit gehad. Ja precies, met beelden. Ja, dat zou echt geen idee. Dat zou niet fantastisch zijn. Laten we even naar vooruit gaan kijken naar vanavond. Almere City Go Ahead.
Maar we gaan het eerst hebben over GVV tegen Sparta. Als je dat goed vindt. Vind ik goed. Ja? Ja. Oké. Want we gaan het hebben over de ploeg die elkaar in 2012 al een keer troffen. Toen nog in Veenendaal. Nu weer in Veenendaal. En toen versloegen ze Sparta. En iemand die erbij was, ga ik nu bellen. Ik hoop dat hij opneemt. Ze hebben ook een keer van Excelsior gewonnen, toch? Dat was hetzelfde jaar. Zo. Met die kale spits. Die nu interim trainer is. Van Meerdenburg? Ja. Ik noem maar wat hoor. Zo. Toevik. Goedemiddag. Nieuw Pees en FC Afkik hier. Yes. Kijk, we zitten net te bespreken over jullie stunt in 2012 tegen Sparta. Toen naar strafschoppen, toch? Dat jullie Sparta versloegen? Ja, het was volgens mij december 2011. Oh ja, dat seizoen. Ja, ja. En, ja. En inderdaad, vanuit de verlenging, toen kwamen we aan op penalties. Ja, want eerst versloegen jullie Excelsior, toch? In Rotterdam? Met 3-0. Ja, of 0-3, klopt. Sorry. Ja, dat was natuurlijk al een bizarre stunt. Toen strafschoppen tegen Sparta. En ik zat toevallig van de week te kijken, ik weet mijn god niet hoe ik erop kwam, dat jullie uitspeelden bij AZ en dat jullie 2-1 verloren maar. Ja, we kwamen zelfs nog 1-0 voorsprong zelfs. Ja, ik zag die, want we hadden het hier nou even over, was het Dennis van Meerdenburg die dan een voorzet wilde geven en dat die bal zo binnenweide. Dat was die, ja, die goal, toch? Dat heeft hij zelf altijd onder kracht. Ja. Dat is een echte spits, hè? Ja, zo is dat. Hé, hey, maar wat leuk dat we jou spreken, want jij was er in 2012 bij en je zit er nu nog steeds bij. Bestaat clubliefde dan wel ook in de top van het amateurvoetbal? Of betalen ze gewoon heel goed in Veenendaal? Over het laatste laat ik me niet uit. Ja. Dit bevestigt mijn punt van net, hè? Ja, goed, het is wel zo dat ik natuurlijk... Ik ben ook bij die club begonnen. Ja. En daarmee is het natuurlijk de clubliefde ook begonnen. Mijn vader heeft er gespeeld. Mijn broer die heeft er 8 jaar in het eerste gespeeld. Ja, dan zit het eigenlijk in je bloed, hè? Ja, dit vind ik wel mooi om te horen. Zeker. Wat is het verschil tussen de ploeg uit het seizoen 2011-2012 en de ploeg die jullie nu hebben? Want toen hadden jullie best wel echt een... Ik volg jullie nu niet heel erg goed meer. Maar ik weet, toen in die tijd hadden jullie echt wel een ploeg dat meedraaide in de top van het amateurvoetbal. Goede verdedigers. En je had die van Meerdenburg. Meegdenburg moet ik zeggen. Voorin. Meegdenburg, ja, klopt, ja. Nou, weet je wat ik denk dat het is? Ik denk dat we toen destijds, de jongens die er speelden, en er waren gevestigde jongens in de tweede divisie, ja. Dat we toen op onze top waren. Nou, dat zit meestal rond je voetbaljaren, tussen je 25ste en je 29ste. Ja, klopt. Nou, dat is juist die periode geweest. Dat we allemaal, denk ik, in onze top speelden en alles viel op zijn plek. We kenden elkaar jarenlang, we speelden met elkaar in de jeugd. Iedereen heeft daar een keer een uitstap gemaakt naar het profvoetbal en uiteindelijk weer teruggekeerd op het oude nest. En dat vond elkaar. We konden elkaar blind vinden. En zodoende denk ik dat wij er alles eruit hebben gehaald wat destijds voor ons, althans het hoogst haalbare, hebben eruit gehaald. En toen hebben we GV zeker wel op de kaart gezet, ja. Ja, en vanavond dus een ander soort selectie dan jullie destijds hadden. Ja, jonge ploeg. Wat dat betreft is het een heel wezenlijk verschil. Maar dat neemt niet weg dat die jongens ook heel graag willen. Ja. Die jongens die komen net af van de prof. Dus die willen ook heel graag. Die willen de huid duur verkopen. En die willen zichzelf in de picture spelen. Dus alleen maar goed. Maar ja, je moet natuurlijk wel beseffen dat het wel een Eredivisieclub is, Sparta. Ja. Dit Sparta kan je niet vergelijken met de wedstrijd van 2011. Alhoewel, we hebben zaterdag geloof ik tegen RKC wel verloren. Ja. Dus ik denk dat Fraser flink de keer is gegaan. En vandaag ook in ieder geval voor het gevoel vandaag wil winnen. En naar zondag toe moet hij tegen Feyenoord. Ja, dan weet je dat ze alles op alles gaan zetten om die wedstrijd over de streep te trekken. Maar ja, goed, wij laten ons niet zomaar uit de weg slaan. Nee, sterker nog, denk je dat er een kans in zit dat jullie gaan stunten vanavond? Hoe groot schat je die kans? Nou, ik durf er geen percentage aan te hangen, maar je weet hoe dat is. Ze moeten een slechte dag hebben. Wij moeten in een goede doen zijn. Daarnaast heeft het mee te maken van dat je zo lang mogelijk probeert op de nul te houden. Dat ze het geloof gaan verliezen en dat wij in ieder geval iets kunnen drukken. Maar ik weet zeker dat met deze trainer, Gerry Vink, dat hij er alles aan doet en wil doen. En dat zie ik ook aan zijn trainingen. Dat hij is echt wel gefocust op Sparta om in ieder geval te gaan winnen.
Ja, heb je nog een boodschap voor collega-verdediger aan de andere kant? En hij schijnt ook een podcast te maken bij ons bij FC Afkikken, Bart Vriends. Oh, nou ja, ik weet dat hij vanavond denk ik een moeilijke avond gaat krijgen. Want hij heeft een spits tegenover hem staan. Ik kan de naam helaas niet noemen. Dat wordt later bekendgemaakt. Ja, dat is mooi. Oh, dat is dus een verrassing voor de mensen. Dus een verrassing bij, Veenendaal, bij GVV Veenendaal in de basis. Ja, dit zijn de betere teasers. Ja. Ik kan daar geen uitlating. Het zou toch fantastisch zijn die Meegdenburg gewoon vanavond in de spits staat. Dan krijgt hij het lastig. Dat zou ik wel echt wel... Nee, deze podcast komt om 6 uur online. Weet de spits dan al dat hij speelt? Ja, wij weten natuurlijk al wel wie er gaat spelen. Ja, want dat weten wij. Maar jij dit is wel een fantastische voorspelling. Je weet al dat deze spits het Bart Vriends heel lastig gaat maken. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, ja. Oké. Ik heb ook nog wel één vraag, Niel. Ik ben Mart trouwens. We hadden het net over bekerstunts. In hoeverre is het een stunt als een club uit de tweede divisie een amateur of een KKD-club uitschakelt, denk jij? Maar het is nu een Eredivisie. Ja, oké, maar bijvoorbeeld zo'n DVS Eindhoven. Ja. Vind je dat een hele grote stunt? Ja. Ja, ik vind dat wel een hele grote stunt. Want als je dan kijkt naar het spelersbudget, ja, dan zijn ze verplicht om te winnen. Kijk, wij mogen verliezen. Dat willen we natuurlijk niet. Maar als je kijkt naar de spelersmarktwaarde van Sparta compleet. Er was gisteren een of andere quizvraag over via de Instagram zag ik voorbij komen. 12,7 miljoen. Ja, kijk, dat is bij ons natuurlijk... Ja, dan, ondanks dat jij geen uitspraak wil doen over hoeveel je verdient. Je komen daar niet bij in de buurt. Nee, wij komen daar zeer zeker niet in de buurt, nee. Okay. Nee, dat niet. Ik speelde wel aardig wat jaren, maar dat zijn bedragen wat bij ons... Dat komt zeker niet voor, nee. En als je nou tegen Eindhoven of zo zou spelen? Ja, maar dat heb ik al een paar keer eerder gezegd in de voorgaande jaren ook. Als je dat soort elftallen treft, de onderkant van de KKD, die is wel te vergelijken... Ja, met sommige top of tweede divisie. Ja. Kijk, daar doen wij nu totaal niet aan mee, want wij staan onderin. We zitten te hopen en te snakken naar een overwinning. En we willen van die onderste plek af. Dus een overwinning en vooral vanavond. Ja, dat zou natuurlijk ons een enorme boost geven voor de rest van de competitie. Ja. Maar ja, dat is wel ongeveer vergelijkbaar qua niveau. Ik heb het niet over het budget en dergelijke, maar puur over het niveau. En dus zie je ook maar gisteren, ik weet niet of je de samenvatting hebt teruggekeken. Ja, dan zie je dat het eigenlijk sommige... Kijk, Spakenburg gewoon 3-0. Ja, zeker. En Spakenburg draait ook niet goed, hè, in de competitie. Nee, die draait ook niet goed. En die winnen gewoon 3-0. En ja, dan denk ik, dan zie ik sommige spelers bij FC Dordrecht lopen. Nou, die zullen bij ons niet eens in de basis staan, als ik het heel eerlijk moet zeggen. Maar dan wordt het toch tijd voor een open piramide? Ja, er zijn er verschillende voorzetjes zijn er geweest om toch die doorstroming te vermakkelijk. Maar het zijn ze al jaren mee bezig en ik zie het nog steeds niet gebeuren. Nee, tot slot, je droomscenario voor vanavond. Droomscenario dat ik hoop dat ik rond een uurtje of 1 in de kantine zit, nog steeds, en dan feestend. Dat betekent dat we hebben gewonnen. Sta je dan? Lig je dan? Ik denk dat ik op de schouders zit bij iemand. Oké, nou heel goed. Mocht het zo zijn, ik weet niet of ik je dan ga facetimen vannacht om 1 uur. Maar mochten jullie stunten, dan bellen we je morgen even. En heb je geoefend op pingels? Ja, we hebben gisteren wel toevallig geoefend. Ja, iedereen moest een penalty doen. En? Maar die van jou? Die van mij, ja. Die zat er niet in. Dus als je gisteren hebt gemist, dan weet je wat je vanavond moet doen, hè? Gewoon even panenka. Ja, inderdaad, ja. Okoye gaat heel snel naar de hoek. Dat zou het mooiste zijn, ja. Om zo af te sluiten, inderdaad. Nou, in ieder geval heel veel succes vanavond. En laten we hopen op een stunt. Ja, sorry Bart Vriends, maar een stuntje. Dan hebben we jou morgen weer in de show. Dus, dat zou mooi zijn. Is goed. Oké, succes vanavond. Even een uitzending verder. Yo, hoi. Een leuke gozer. Heel leuke gozer. Ja, enthousiast gast. Ik was vanavond zonder spits spelen. Ja, oh. Bart Vriends luistert altijd de daily. Hey, en die zit en denkt, wie zou het zijn? En dan de hele tijd in het veld zoeken. Waar is die spits van waar ze het over hebben? Zou die weten wie er in de spits speelt normaal gesproken? Zou ze zo goed voorbereid zijn? Nee, je krijgt wel, als het goed is, krijg je wel zien. Oké, zo speelt ze afgelopen zaterdag. Die stond in de spits. En dan is een beetje aan de speler zelf. Hoe die zich daarin verdiept. Andere wedstrijden vanavond. Zien we nog stuntjes aankomen? Ik pak het even erbij. AFC Heerenveen hebben we goed. Almere City Go Ahead. Gaat jou
Eagles een probleem hebben. Wel, nou, ideaal duel voor Almere City om uit die struggle te komen. Ja, volgens mij speelt Gwent met een grotendeels een B-team. En ik zou het prima vinden als ze eruit gaan. Het gaat om handhaving. Oké. Okay. Even kijken. IJsselmeer volgens Excelsior. Zo. Maar de Excelsior is natuurlijk wel... Is dat de Westmaat? Tido kandidaat, zeker. Ja. Ik zit met Rydell Poupon is dat toch? Ja, die speelt daarbij zo. Ja? Ja. Oh ja, dat klopt. Ja. Die deed die loting met Thomas Vaart toen bij ESPN. Ja. En even kijken, nog andere dingen. Capelle NEC? Ja, dat gaat toch niet. Nee, ik zet... Dat denk ik niet dat Capelle dat gaat redden. Ik zet een paar euro op IJsselmeer volgens vanavond. En niet op AFC? Nee. Maar ik ga nu ook wel geld inzetten op GVV. Ja, vanwege het verhaal. Ja, vanwege het verhaal, toch? Maar doe je dan gecombineerd of los? Los. Oké, dan doe ik dat ook. Oké, nou, mooi. Dan zit hierop voor vandaag. Eindigen we toch vredig. Morgen miljonair. Als ze allemaal winnen. Dat is afhankelijk hoeveel je inzet natuurlijk. En speel met geld dat je kan missen. Al dus de wijze heren van SC Betting die dat altijd tegen me zeggen. Dit was hem alweer de FC Afkik Daily van woensdag 27 oktober 2021. Dankjewel Mart. Dankjewel Jaron. Jij bedankt Niel. Jullie bedankt voor het luisteren. Dan wel kijken. Geniet van al het bekervoetbal, het bekergeweld vanavond. En dan zijn we er morgen gewoon weer. Graag tot dan. Doei.